Ja, ja. Nou, goed, omdat ik altijd zo actief was met Creative Commons en de Belgische tak van Creative Commons België sprak geen Nederlands. Ja. Stuurde Creative Commons Nederland mij daarheen met als boodschap: vertel altijd tegen het publiek dat jij niet voor Creative Commons werkt, maar gewoon een professional bent die er heel veel gebruik van maakt. Ik ben was een Creative Commons activist. Ja. Dus dan werd ik gevraagd in Leuven om bijvoorbeeld een debat te hebben met iemand van Saban. Of iemand van die ook anti-Saban was, weet je wel, over muziekrechten. Ja, ja. En zo was er een avond in Leuven. Gekleurde stoeltjes. Eentje voor mij, eentje voor de man van Saban. En eentje voor de activisten uit Ramsaban, anti-Saban. En ik had met mijn vriendin wat gegeten, het viel niet helemaal goed schijnbaar. Ik zit daar in die spotlights en ik voel me klink. Dus ik zeg tegen die gespreksleider van, moet even naar de wc. Dus ik peren naar de wc, zo'n lege stoel. Ik ben daar even de boel lossen. Hoe lang, het zal toch wel even wel geduurd hebben. En het was ook weer een leeg pand, dus ik denk ik moet niet te veel lawaai maken. Dan was straks in de zaal. Ik keer weer terug, zegt die gespreksleider echt. En alles werd dus opgenomen voor de radio. Een podcast. En weet ik wat, is nog terug te horen ergens op archive.org staat dat, weet je wel. Ja. Dus die gespreksleider zegt op een gegeven moment: ik zie dat Marco terug is gekomen van zijn toiletbezoek, hè. Mag ik hem dan gelijk de volgende vraag stellen? Alsof er niks aan de hand was, weet je wel. Maar er werd ook gewoon echt medegedeeld, weet je wel. Teruggekomen van zijn toiletbezoek. Ja, geweldig.